Ja, ik heb zojuist een berichtje van Burgernet binnengekregen dat hier op de Ambachtslaan een boa constructor is ontsnapt. Vandaar, ik denk hier even kijken. Paniek in Veldhoven dinsdagochtend. Alhoewel, paniek. Eigenlijk gebeurde er bitter weinig. Rond 8:30 ontsnapte in de Ambachtslaan een boa constrictor van 2 meter lang. In de Burgernet-melding werd gelijk duidelijk gemaakt dat de slang niet gevaarlijk is. Het is nog een kleintje, ongevaarlijk denk ik. Hè? U stopt nou speciaal om te kijken of ze aan het zoeken zijn voor de slang? Ja. Ja, het is geen fijn gevoel natuurlijk, maar die dingen gebeuren. Heeft u zelf huisdieren? Ik heb 2 kleine hondjes, ja. Ja. En vindt u het nou niet gevaarlijk als u er dadelijk mee gaat gaan wandelen of zo? Nee, ik denk dat het wel mee zou vallen. Ja, nou, ik heb net al rondgekeken, maar ik heb hem nergens gezien nog. Hoor. Dus, maar dan zou ik toch wel een beetje uitkijken voor de hond. Ja, ja, want het zal een lekker hapje voor hem zijn misschien. Zo weg, hè? En je hebt niks gezien? Heb je ook wel goed die auto naar gekeken? De eigenaar was de wurgslang dinsdagochtend kwijt. Samen met de gealarmeerde politie heeft hij zijn huis zonder resultaat doorzocht. Buurtbewoners hoeven echter niet bang te zijn in de bosjes te worden gesleurd. Door de relatief lage temperatuur is de overlevingskans van het reptiel volgens de eigenaar klein. Mensen die de slang zien, wordt verzocht 112 te bellen.